Yeah. Like, for example, I have dit is een oude, dus een historische dobbe is dat dus ook, waar ze dat mee gedaan hebben. Oké. Okay. Ladies and gentlemen, I would like to produce the mayor of Oosterhout, Mr. Huisman. Deels bedaan, schön als prest in de mooie kijken. Ik zou zo natuurlijk een beetje stoppen. Ja. 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 Spreekt hij Engels? Nee. Ik denk het makkelijk natuurlijk Nederlands, kan ik beter staan daar. Dames en heren, welkom in Oosterhout. Het is mijn groot genoegen om u hier in het stadhuis te mogen begroeten. Welkom en hit til Oosterhout. Jeg ønsker dere hjertelig velkommen på dette stedet som rådhuset i Oosterhout. Elk jaar gedenken wij in Nederland de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. En staan we vooral ook stil bij de vele jonge mensen die hun leven hebben geofferd voor onze vrijheid. Waaronder ook uw landgenoot. Hvert år i Nederland så markerer vi krigen og de som omkommet under krigen. Særlig de unge mennesker som omkommet. Så det gjør vi blant annet også han Tormod Abrahamsen som dere på en måte vet en del om og skal høre mer om. Zoals gezegd, uw landgenoot Tormod Abrahamsen was een van hen. Hij kwam op het leven toen zijn Spitfire tijdens de slag om het Markkanaal, waar u straks nog wel komt, op 3 november 1944 werd bevrijd. Een deel van onze gemeente was al bevrijd en een ander gedeelte boden de Duitse strijdkrachten nog weerstand. Dere her for å, eller vi minnes deg også, han Tormod Abrahamsen som omkom den 3. november 1944 i en del av krigen som, eller hvor det delvis var frigjort, men hvor det fremdeles var en del slag rundt omkring. Tormod Abrahamsen bestookte samen met zijn collega's de Duitse stellingen vanuit de lucht, terwijl de eerste Poolse panzerdivisie de Duitsers op de grond terugdrong. Tormod Abrahamsen, han bestookte, kan ik vermoeden. Han schoot, eller die på norsk. Die bleef beskudd, ja, beskudd collega's, eller sine tyske collega's som lå her i dette området, mens polakkene prøvde imens å forsere selve forsvarslinjen. Tijdens die actie stortte die piloot Abrahamsen neer in de wijk, in het gebied Vrachelen. Dat was toen nog boerenland, nu is het een woonwijk. Den gangen så styrtet dette flyet til han Tormod ned i Vrachelen, som den gangen enda var et område fullt av gårder, ja, mange gårder der, mens det i dag et boligområde her. Morgen is het hier 4 mei, de nationale dodenherdenking. En daarbij ik ben aanwezig en daar spreek ik namens de gemeente. En tijdens die dodenherdenkingen sluit ik vaak af met de constatering dat wij de inzet van deze jonge mensen, waaronder ook Tormod Abrahamsen, nooit zullen vergeten en er altijd dankbaar voor zullen zijn. I morgen det 4. mai, og det den dagen hvor vi offentlig minnes de døde som falt under krigen her i Nederland. Blant annet også han Tormod i morgen, da, Tormod Abrahamsen. Og borgermesteren han sier at han alltid avslutter disse, der han til stede også på disse minnemarkeringene, og han pleier å avslutte det med at han sier at disse menneskene de har på en måte ikke dødd forgjeves, de har på en måte hatt en viktig oppgave og gjort noe for oss. En daar laten wij het niet alleen bij. We hebben een groot monument in het park met de namen van alle slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog. En daarop staat ook uw landgenoot Tormod Abrahamsen vermeld. I tillegg har vi her i parken et stort minnemerke hvor navnene står på de omkomne her i Oosterhout under krigen. Der står også Tormod Abrahamsen sitt navn nevnt.
Het blijkt ook uit de diverse herdenkingsplekken die dankzij lokale historici zijn opgezocht en voorzien zijn van een naamplaat, zodat ook andere mensen daarbij stil kunnen zijn, bij stil kunnen staan. En vandaag zal er weer zo'n plek ter nagedachtenis onthuld worden waar u straks bij bent bij de Meanderschool. Lokale historielager har også laget på forskjellige plasser små minnesteiner, minnemarkeringer. Og i dag skal vi være med på en sånn ny stein som blir avduket rett og slett, som nå i området her som kalles Meanderskole. Vi skal dit i dag. De gemeente Oosterhout waardeert het zeer dat u in uw tocht door Nederland ook aandacht hebt voor Thomas Abrahamsen. Dat maakt nog eens onduidelijk hoezeer hij ook een held is geweest. Kommunen her Oosterhout er veldig glad for at dere vil komme innom her og være med på den markeringen og måtte vektlegge dette på deres tur videre til Normandie. Ik wil u danken voor uw aandacht en ik wens u een interessant verblijf in Nederland toe. Dank u wel. Han takker for oppmerksomheten og ønsker dere en god tur videre. Ik zie u straks weer. Tot ziens. Thank you.